Het water is gezakt of weggestroomd en wat overblijft is veel rotzooi die opgeruimd moet worden. Het gebeurde in de plaats Sankt Anton am Arlberg in Oostenrijk. Het noodweer begon vrijdagavond. Doordat er zoveel regen in zo'n korte tijd viel, overstroomde een rivier en ontstonden er modderstromen. Garages en kelders liepen onder en wegen raakten beschadigd. Ook een van de belangrijkste wegen in Oostenrijk is afgesloten, omdat een deel is weggespoeld. Dat moet gerepareerd worden voordat de weg weer gebruikt kan worden. Ze zijn hier in de Oostenrijkse bergen wel wat gewend, maar dit maken ze niet vaak mee. Celle had een halve stunde lang met zeer, zeer starkem niederslag. En dan is het Ereignis eigenlijk plötzlich losgegangen. Er zijn Mengen aan Material, sicherlich 20.000, 30.000 Kubikmeter Material, ins Tal gestürzt. Ook in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen waren er problemen door de regen. Metrostations en straten liepen onder water. In Wenen viel in de zomer op één dag nog nooit zoveel regen. Gelukkig is het bij waterschade en kapotte auto's gebleven. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is nog niet duidelijk wanneer de wegen weer opengaan.